Hoi, ik ben Lilian, officieel vondstenvlogger van de gemeente Dalfsen. Oké, hoe zat het ook alweer? In Dalfsen kwamen er in 2015 de mooiste dingen uit de grond. Terechte bekers van 5000 jaar geleden en Merovingische schatten van een rijke man en vrouw. Daarna gebeurde er een heleboel. De bakkers bakten trechterbekerbrood, de visboer kwam met een trechterbekermenu en er werd zelfs een musical gemaakt over de schat van Dalfsen. Die musical heet Musical Wortels. En nu? Nu zijn de archeologen weer aan het werk, maar dat doen ze niet alleen. Iedereen mag meehelpen. Vorige week begonnen de eerste schatgravers met graven. Er was heel veel persaandacht. Van het Jeugdjournaal en het Hart van Nederland, van de Stentor tot BNR. In een tentje werd precies uitgelegd wat je wel of niet moet doen bij het graven en wat je moet doen als je iets hebt gevonden. Wethouder Agricola opende daarna officieel de opgraving. Ik zou zeggen, welkom, schatgravers. Eindelijk konden de deelnemers gaan starten aan hun eerste mooie opgravingsdag. Ik heb laarzen gekocht. En me ook aangemeld om te gaan graven. Dus op naar Oosterdalfsen, archeoloog Niels en de andere gravers. Dit is de plek van de opgraving. Al meer dan 300 mensen hebben zich aangemeld om hier te gaan graven. Het is nu precies 9 uur en Niels gaat de gravers vertellen wat ze moeten doen. Ik ga goed luisteren, want ik ga zo ook meegraven. We zijn ook al strijdhamervolk genoemd, omdat we daar typische bijen op het bord hebben. Oeh, ik heb er zo'n zin in. Hoi Evelien, ik was net aan het graven in de grote put. Maar wat doen jullie hier eigenlijk in de kleine put? Ja, deze kleine put, dat is onze zeefput. En daar hebben we allemaal vakjes uitgezet van een meter bij een meter. En dan gaan we heel voorzichtig met onze troffel, schaven daar een laagje vanaf. Omdat wij op zoek zijn naar vuursteentjes. Maar die kunnen echt heel klein zijn. Dag meneer, mag ik u wat vragen? Ja hoor, natuurlijk. Waarom bent u eigenlijk hier? Ik ben hier om iets op te graven. En dat komt omdat ik in de krant heb gelezen dat de mensen gevraagd werden om te helpen bij een opgraving in Dalfsen. En in de krant stond ook een stuk over wat ze 2 jaar geleden hebben gevonden hier. En toen werd ik heel nieuwsgierig. Toen dacht ik, van daar wil ik ook wel eens aan meewerken. Jullie zijn maandag begonnen, maar hoe gaat het eigenlijk? Ja, inderdaad, we zijn maandag begonnen. En eigenlijk gaat het heel goed. We hebben heel veel aanmeldingen van mensen die mee willen graven. Dus het is super druk in de put. De mensen zijn lekker enthousiast aan het schaven en troffelen. Oké, en hebben jullie dit allemaal al gevonden? Ja, dit is de buit van vorige week. We hebben al best veel vondsten gedaan. Aardewerkjes, vuursteentjes. En dit is allemaal van vorige week. En ik heb eigenlijk nog één vraag. Toen jij vroeger in de zandbak speelde, dacht jij toen al, ik wil archeoloog worden? Ja, dat heb ik al wel heel vroeg gedacht inderdaad. Misschien niet in de zandbak, maar inderdaad met je eigen geschiedenis bezig zijn lijkt me heel leuk. En dan vooral het buitenwerken, zeker met dit weer.